Oké, we gaan snel verder, want wat hebben wij in petto? Ik ga je laten zien hoe je 17 miljoen mensen als totaal liedje kunt spelen. Wat we tot nu toe hebben gedaan is alleen het refrein. Tenminste, ja, dat kan ik me herinneren dat we eigenlijk alleen het refrein hebben gedaan. Maar goed, het liedje heeft natuurlijk meerdere delen en meerdere akkoorden. Dus wat we eigenlijk gaan doen is even kijken naar de vorm van het liedje. Dus wat voor akkoorden komen erin voor en hoe hebben ze dat verdeeld. En ik heb nog een tip bij een bepaald akkoord dat we ook even apart naar gaan kijken om dat een beetje te leren. Dus laten we eens even kijken wat de akkoorden zijn van het intro. Want het liedje heeft een introotje, dus voordat Snelle begint te rappen of te zingen, zeg maar. Zit er even een korte introductie voor. Nou, dat noemen we altijd het intro. Dus vaak aan het begin van een liedje even zo van, het liedje begint. De zang of zo, weet je wel, of de melodie die komt er ietsje later. Er zit altijd even een stukje voor af. Daar hebben we 2 akkoorden per maat. Het is eigenlijk, het zijn 4 maten, dus 4 blokjes van 4 tellen. En dan hebben we de volgende akkoorden. En die akkoorden zijn trouwens te vinden op de website guitarist.nl. Dus een E mineur. Dat is een G. Dat is een A mineur. En dat is een C. Nou, dat is echt wel een fijne akkoordencombinatie. Die komt in heel veel liedjes voor. En E mineur, G, A mineur en C, dat ligt ook wel lekker. Dus E mineur is natuurlijk een van de makkelijkere akkoorden. Nou, G is wat moeilijker. De vorige keer zei ik ook al, je kunt een G spelen met de onderste 4 snaren los en dan op de E-snaar de noot G, dus vakje 3. Dus zo kun je ook een G-akkoord spelen. Dan zijn we een beetje aan het joemelen, maar dan kom je wel goed mee weg. Dus je kan het ook zo spelen. En dan sla je vanaf de D-snaar, D-snaar los, G-snaar los, B-snaar los. En dan vakje 3 met je ringvinger. Dan ben je eigenlijk al een beetje aan het oefenen voor de echte G uiteindelijk. Dus E mineur naar G, A mineur naar C. Nou, ik had het net over de technische oefening dat je vingers laat staan, of kunt laten staan. Dat doe je eigenlijk bij A mineur naar C ook. Dus probeer als je van A mineur naar C gaat, alleen de ringvinger te verplaatsen. En laat je wijsvinger en middelvinger, als het lukt, gewoon lekker staan. Dat is. Dat zijn eigenlijk de akkoorden van het introotje. Dus spelen we dat op time, dan krijg je 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. En dat herhaal je een keer. 1 mineur, 4. 4 en 1, 2, 3, 4. He, dus je doet eigenlijk 2 keer hetzelfde akkoordenschema. Nou, het tempo van het liedje dat zweeft een beetje rond de 78, is niet helemaal metronoom strak, maar dat hoeft ook niet altijd. Dus als ik het up tempo speel zoals het liedje is, dan gaat het als volgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nou. Dat is de intro. Het gaat heel snel, dus ik doe de metronoom even wat terug in tempo. Bijvoorbeeld, wat zou ik doen? Tempo 44 of zo. Dus doe dit ook gewoon langzaam. Ik doe het een beetje snel voor, maar dat komt omdat je natuurlijk wil zoveel mogelijk in de materie duiken. We doen dus eigenlijk E mineur 2 tellen, G 2 tellen, A mineur 2 tellen en C 2 tellen. Komt die op een langzaam tempo. En 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3, 4, en A mineur, 2, 3, nog een keer 4, en 1 mineur, 2. G, 4, 1, 2, 3, nog één keer en 1 mineur.
3, 4 en A mineur, 2, 3, 4. Oké, nou je hoort al, ik tel eigenlijk al een beetje gehaast ten opzichte van die metronoom. Dit is gewoon heel langzaam en wij mensen vinden het gewoon heel moeilijk om langzaam te spelen. En we vinden het ook heel moeilijk om snel te spelen. Tussenin lukt meestal wel, maar om echt langzaam goed te spelen of snel goed te spelen, dat is gewoon heel moeilijk. Maar goed, dat is een goede oefening om te doen. Dus even kijken wat er allemaal wordt gezegd. Oké, nou volgens mij is dit introotje duidelijk. Is ook eigenlijk heel goed te doen qua akkoorden. Dit komt eigenlijk dus één keer. Dus je hebt één keer een hele regel van vier maten. Met deze akkoorden die we net hebben gedaan. En dan komt eigenlijk al een soort van couplet. Nou ja, een couplet, weet je natuurlijk allemaal wel wat dat is. Alleen het heeft wel vaak verschillende namen. Hè? Je kunt couplet, of in het Engels is het verse. En heel veel muzikanten schrijven ook met A, B, C op. Dus om de vorm van liedje aan te geven gebruik je gewoon letters daarvoor. Ik ben ook iemand die het liefst gewoon A'tje, B'tje, C'tje zegt. Maar dat komt misschien omdat ik jazzmuziek heb gestudeerd hier in Groningen. En dan is het altijd A'tje, B'tje, C'tje. Maar in popmuziek kun je dat ook prima toepassen. Al zijn dus termen als couplet, verse ook wel vrij gangbaar. Nou, het gaat om het couplet. En dan begint het eigenlijk sneller met zijn eerste praatje. Laat ik het zo maar even zeggen. En dan beginnen we met een D-akkoord. Dus we zijn eigenlijk geëindigd op het C-akkoord van het intro. Dat is het laatste akkoord van het intro. Dan gaan we naar het D-akkoord. Daar begint eigenlijk dus het couplet mee. Het A'tje. Dan een E-mineur akkoord. Een B-mineur akkoord. En een C-akkoord. Dat B-mineur akkoord ga ik het zo hebben, maar dat zijn de eerste vier akkoorden van het couplet. Nou, ook hier geldt weer 1 maat, 4 tellen, 2 tellen per akkoord. Dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus je merkt dat je eigenlijk iedere maat, iedere keer 2 akkoorden moet spelen binnen het kader van vier tellen. En het blijft eigenlijk het hele liedje zo. In het refrein is dat zo, daar hebben we natuurlijk vorige keer over gehad, maar dat blijft de hele tijd zo doorgaan. Kun je hem dan opvatten als een tweekwartsmaat of zo? Ja, zou misschien ook kunnen, maar het voelt meer als een vierkwartsmaat. Is ook heel erg theoretisch, gaan we nu niet op in. Probeer maar gewoon te onthouden. Een maat is 4 tellen, 2 tellen per akkoord. Dat is het idee. Als ik het zo bekijk, dan zijn het eigenlijk allemaal dezelfde akkoorden. We hebben eigenlijk E-mineur die steeds terugkomt, we hebben een G-akkoord wat steeds terugkomt, A-mineur wat steeds terugkomt en een C. Dus die B-mineur is eigenlijk wel een beetje een afwijkend akkoord binnen het liedje, want die komt eigenlijk alleen in het couplet 1 keer voor. En B-mineur is altijd zo'n akkoord, dat merk ik ook altijd aan iedereen. En volgens mij weet ik van mezelf ook nog wel dat het wel een lastig akkoord is om te spelen. Omdat dat onder de categorie barré-akkoorden valt. En dat bedoelen ze eigenlijk mee dat je dus met je wijsvinger de hele hals gaat plaatsen. In dit geval vakje 2. En dan met de overige vingers een akkoordje gaat spelen. Dus wat jouw wijsvinger eigenlijk is deze balk. Deze balk, de brug, de kam zeg maar, de kam moet ik zeggen, de brug zeg maar, de kam. En als je hier vingers plaatst, dan hoor je losse snaren. Dus als je een barré-akkoord speelt, moet je eigenlijk met je wijsvinger de losse snaren gaan nadoen, simuleren eigenlijk. Dus je kan het zo zien dat nu met je wijsvinger is nu eigenlijk heeft de functie van dit balkje hier zo. Nou, en dat is technisch gewoon moeilijk, want wanneer zit je nou zo? Nooit, weet je wel. Alleen als je gitaar gaat spelen, kom je daar dus mee in aanraking. Dus dat is een rare manier om gitaar te spelen. Het is een rare technische stap om te maken. Maar goed, het is wel heel belangrijk, want als je dit eenmaal kunt, dan gaat een wereld qua akkoorden open voor jou.